Hi, goedemorgen. Ik heb mijn baas op, want ik heb iets nieuws en dat gaan we even proberen. Ik ben er wel een beetje bang voor. En ik ga het zo laten zien. Welkom bij mijn hobby YouTube kanaal. Leuk dat je kijkt. Ik heb de Super Shock Bronzer van Colourpop. In de kleur Summer Forever. Waarvan ik dacht, op de site, moet ik alles online bestellen van Colourpop, dat het de lichtste kleur was. Ja? Oké. Okay. Ik dip er één keer in. Oké, okay. Het kan. Maar heel voorzichtig. Want ik hou niet van een heel bronzig gezicht. Nou ja, wie houdt er niet van een heel bronzig gezicht? Maar ik hou niet van heel veel bronzer, laat ik het zo zeggen. Het kan. Maar voorzichtig. Maar ik was een beetje bang van de kleur op een of andere manier. Want. Ja. Het was heel donker, maar met een lichte hand is het prima te doen. Nou, ik ga de rest ook doen met Colourpop en een highlighter en een oogding. En, dit was de bronzer. Verder heb ik een heleboel lippenproducten, maar die komen in de loop van de filmpjes zo hier gewoon voorbij. En die gaan we niet speciaal nu... wel, dat kan ik best wel doen. Ik heb een lippenpencil. We doen dat gewoon. We gaan gewoon eerst de lippen doen. In de kleur... BFF. Cool BFF. Maar volgens mij had ik die al, maar... En dan doen we daarbij... Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Ik heb een Luxe Velvet Liquid Lipstick. In de kleur Can You Even. Nou, laten we die twee doen. Ik heb een neutrale look, altijd. Dus... Dit is, deze zijn heel smooth. Ik vind het heel fijn. Het is neutraal, maar het is iets te oranje naar mijn zin.
Mijn lipkleur komt er nog doorheen. Nou, het is wel mooi. Ja, het is wel mooi. Het is een oranjebruin, laat ik het zo zeggen. Ik ga mijn make-up verder doen, wenkjes en zo, want ik moet naar het ziekenhuis of voor controle bij de neurolog. Niks bijzonders. Dit was iets nieuws van Colourpop wat ik gehad heb. Verder had ik nog een blush stick. Een Luxe lipgloss. Een Luxe lip oil. En een So Glossy gloss erbij besteld. Dus dat we laten deze gewoon lekker mat opdrogen. Bedankt voor het kijken naar mijn hobby YouTube kanaal. Like en subscribe. En dan zie ik jullie bij de volgende weer. Doei.